Ik ben Geert van Ecke in restaurant de Carmeliet in Brugge. Ik ben hier sinds 83 eigenlijk en sinds een jaar of 19 hebben we onze derde ster. Culinair België is gewoon eigenlijk absoluut top in de wereld volgens mij. Ik ben niet de hele grote reiziger, maar overal waar ik ga, ik vind dat België nergens moet over onderdoen. Zowel in de kleine keuken als in de goedkopere keuken, als in de absolute topkeuken. Op gebied van terroir, op gebied van, ja, van klasse, ik denk dat we aan de top staan eigenlijk. We hebben bepaalde producten, we liggen aan de zee, dus we hebben prachtige vissen, we hebben prachtige groenten. Witloof, asperges, horseneren. We hebben de seizoenen die prachtig zijn. We hebben vier seizoenen. En elk seizoen heeft eigenlijk een prachtig product te bieden. En dat is onze rijkdom. Ja, wat gaan we doen binnen de 50 jaar? Wel, ik weet het niet. Ik denk dat we gaan moeten veel larven eten en insecten eten. En voor de rest gaan we toch proberen toch ons witloof te kweken en onze asperges. En ja, we doen maar wat we krijgen natuurlijk. We gaan ons moeten aanpassen aan de problemen en de dingen die komen. Maar ik kan het niet voorspellen. En ik ga er misschien wel iets eerder gerust in zijn. Maar ja, we zien. Ja, wat er zal gebeuren binnen 50 jaar met ons restaurant, ik ben er misschien wel wat bang voor en ik hoop dat het blijft zoals het nu is. Want ik denk dat we op het moment redelijk goed zitten. Er is een keuken voor iedereen, iedereen kan het betalen, iedereen heeft naar zijn zin. Ik bedoel, er zijn groenten, er is vegetarisch, er is keuze in overvloed en ik hoop dat dat nog een tijdje blijft. Maar ja, wie weet wat er allemaal kan gebeuren en we gaan ons moeten aanpassen aan de problemen die zich gaan stellen binnen 50 jaar. En dat zal waarschijnlijk zijn met een self-service en met uw eigen wokje klaarmaken. Ik weet het ook niet. We zien wel.